Fuck. Oh, I'm not my hand in the opname. Ja, veel lawaai, ik weet het. En veel rook, ja. De wind ziet anders lekker van. Dan trekt dat niet naar buiten. Misdrijden, misdrijden. Maar als niks. Alles goed. We kunnen beginnen. Met mijn hand ook. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb twee dochters. Voor mij staat het hier van achter, wat te warm begint te worden, ga ik er nu dat is in het vuur steken. In het vuur, in het water steken. Ja, dat mag je wel zien. Hopla, hier is water, en boom, water in. Dat is veel plezanter als dat niet warm is. Ja, dat ze wat fris kunt vasthouden, is dat goed. Dus hier moet dat niet vasthouden. Toch even een designtje van maken. Kijk, dat staat scheef. Hè. Dat is niks meer. Ik ga dat zo opslijpen dat dat weg is. Want die punt is weer al gaan uitrafelen. En dat is niet goed. Dus ga ik dat recht trekken. En gaat hier zo onderaan een boogje inkomen waar dat je takjes kunt mee snijden. En dat moet dan het handvat worden en dat zal tot hier zijn. Oh, dan het gat hier zijn. Ja, en de rest slapen we eraf. Dan gaan we dat zo doen. Dan gaan we achterna een designtje maken. Ja, tegenwoordig maken we altijd een designtje. Designen. Want we kunnen niks meer uit het. Spijtig. Ik ga dat nu ook eens doen. Ik word te zeer dat ik mij dat kan aanhouden. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon mijn plan trekken. Ik ga gewoon doen wat ik doe. Al wat graag, kom al wat graag. In de oorlog zoals in de oorlog. Voor die geen Duits verstaan. Hè? Dus, dan zetten we erop. Voilà, ik ga dat zo krom zetten. Hè. Zo, van oren. Wat denk je? Dat is goed, hè? Ja, ik kan hier nog wat wegslijpen, want dan moet het ook nog wel weg. Misschien nog wat korter maken, want dat mag niet al te groot zijn. Ja, dat is goed. Recht open en erin.
je daar je vingertje zetten. Ik weet niet of dat goed is, maar we gaan de rest bij slapen. Ja. Ik zie me niet, hè. Ik heb al wat gedaan, ik heb niks kunnen filmen. De batterij was plat. Maar ja, we hebben het opgescheurd. Nee, zo ziet het er al een beetje uit. Het is zo, ja. Het is niet zo 100% gelukt. Er zijn hier breukjes in. En, tja, oud ijzer, hè. Oud ijzer. Van oude veren, van ik weet niet wat. Nou ja, ik was dat hier nog wat aan het vormen. Nou, als ik dat afzet, hè, dat uitdoen. Hè. Ik heb dat niet nodig nu, op het ogenblik. Ik ben nog wat aan het vormen. Allee, ik heb dat al gevormd en dan moet ik nog wat gevormd blijven worden geweest en hebben. Dus, ik ga hier nog schoon uitleggen. Hier ben ik terug. Ik ga verder aan mijn mesje werken. Nou, zeg maar mes. Dat is een beetje dik van hard. Moet nog wat rechtgezet worden ook, want het staat zo'n beetje. Hè? Moet nog allemaal afwerken. Dus dat ga ik vandaag doen. Wat ga ik eerst doen? Ik ga het uit elkaar nemen. En ik ga dat hier zo aftekenen, dat dat zo naar beneden loopt. Wat denk je? Ik denk dat toch, hè. Dus, ja. Ik heb een stuk hout gevonden met zo'n een wit stuk aan. Hè? Dat is twee kanten. Nee, dat is niet aan één geplakt. Dat is zo. Ik weet niet van wat een boom dat is. Maar het is gemakkelijk bewerkbaar. En ik zie dat ik me moet gaan scheren. Ik heb geen goesting. Dus daar gaan we ons mee bezighouden vandaag. En dan ga ik nog het mes ook zo goed mogelijk poleren. Ja, ik weet graag dat dat blinkt. Hè. Moet nog afgewerkt worden. Zie, kijk, dat is niet echt rond meer. Dat is al hoek 40. Dus dat gaan we nu doen aan de slijpmolen. En ik hou jullie op de hoogte. Je mag meekijken. Is goed? Eerst handschoentjes aan. Ik heb er zo twee. Kijk, één voor deze kant en één voor de andere kant. Nu nog. Zo, dat is waaronder. Wat ga ik nu doen? Dat eerst aftekenen. Zo, ja, zo. Schuin aftekenen. En dan zien we verder. Ja, ik ben in de herbeginmodus afgebroken. Dus, ja, ik heb er wat bijgeslepen, maar het klopt niet. Dus we gaan opnieuw beginnen. Maar deze is een beetje... Een beetje groter en zo, dus oké. Voilà, zo rap gaat dat. 20 minuten. En het is al ruw geshaped, hè. Geshapen, hè. Ja, nog wat voor het shapen, hè. En dan zijn we er binnenkort. Morgen mogen kijken, hè, als je wilt. Hè.
Zo, voilà, zo ver zijn we al. Het heeft al een beetje een betere vorm gekregen. En nu gaan we er nog wat meer vormen, hè, zodat dat wat afgerond is, dat we dat deftig in de zand kunnen houden. We zullen wel zien. Kom maar, trek het blijf helemaal. Zo, ik heb het wel afgewerkt. Het is niet echt naar mijn goesting, want het tandvat is eigenlijk te klein, heb ik het te smal en zo. Wat hè? Ah, hoor je helemaal niet? Ah jawel. Ah nee, ik hoor helemaal niet. Dus het is wat te smal zo, weet je. Het is zo. Ja, het is zo. Het is niet goed genoeg. Maar het is niet goed genoeg, is goed hè. Oké, nog wat afwerken. Dan begin je te poleren. Ja, we zullen zien dat dat gaat uitkomen. Zo, het is aan het opnemen. Het staat daar op de. Nee, daar staat het eigenlijk. Dat is daar. Enfin. Zo, voilà, we zijn terug vertrokken. We doen het op een andere manier. Ik pak mijn. Ik heb mijn dingen op tafel gelegd en ik ga er zo over. Ik denk dat ik dat vroeger ook zo deed. Kijk hoe dat blinkt. Sferm, hè? Hoi. Ja, alles met deze gedaan. Ja. Dan blinkt dat heel hard. Zo. Het is nog wat scheuren met de hand. En dan zien we wel zeker. Oké. Okay. Gaan we verder scheuren. Hopla. Met de hand. Op opzetten. Zo, voilà. Mes. Zo goed als af. Ik heb het gepoleerd. Je ziet er nog wel krasjes op, maar. Het staat een beetje open hier. Ik ga daar wat afscheuren. En hopelijk komt dat nog in orde. En dan plak het vast met epoxy. Hè. We zien wel. Snijden doet het. Het snijdt. Zakdoekje. Oei. Oei. Ja, een stukje papier, dan moet dat ook natuurlijk weer niet. Jongen, als je dat niet wilt laten zien, dan weet het niet. Nou, wat doen we? Een stukje karton. Oei. Oei. Je daarmee een vinger te snijden. Kijk goed. Sharp man, sharp. Ik ben blij. Ik ben blij want ik dacht dat het niet gehard was. Maar waarschijnlijk is het niet gehard. Niet genoeg. En nou, een paar keren schnitzelen. En gedaan met de schnitzelen. Kun je weer gaan slijpen. Ja. Maar als ik niet op de snede kan zien. Hè, dus als we zo recht op de snede kijken. En we kunnen niet op de snede zien. Dan is die scherp. Ik doe wel eens dicht. Hola, geschoren. Dus het is gelijk dicht. Amai. Dus dat is dan. En wat gaan we nu nog doen? Wachten tot morgen doen. Nee, ik ga er nog een pochette over maken. Voor dat in te steken. Dat je dan een nieuwe riem kunt hangen. Ik was dichte gangsters. Als je zoiets mee hebt. Amai, dat zou niet breder als die hand mogen zijn, het lemmet. Mijn puntje komt hier al wel kijken. Dus, mocht je dat niet hebben, mocht je dat niet meepakken en zo.
Nu wel voor, ik denk voor, als je zo op ga jagen of zo, dan moet je de busje een beetje opensnijden of zijn kop eraf en deel laten dan liggen voor de geren of zo hier in ons land.